allemaal, welkom terug bij een van mijn filmpjes. Zoals je zag aan de titel ben ik hier vandaag met een grote Boohoo shoplog. Ik moet zeggen, ik heb over de afgelopen tijd iets te veel Boohoo bestellingen gedaan. Ik kan nog 4, denk ik, Boohoo shoplogs maken na deze. Als jullie daar geïnteresseerd in zijn, laat het me vooral weten. Voordat we in deze video gaan duiken, ben je nog niet geabonneerd? Vergeet er vooral niet om te abonneren, dat is hier beneden. Dus maar 1 druk op die rode knop is helemaal gratis. En dan blijf jij gewoon het hoofd van al mijn filmpjes in de toekomst. En laten we dan nu in al deze kleding items gaan duiken. Als eerste in dit item dacht ik dat het misschien leuk zou zijn om te layeren met een body eronder. Want het is namelijk dit jurkje. Hij is een beetje deze bruin-oranje kleur met een luipaard? Panter? Luipaard? Ik haal het altijd door elkaar. Die print eroverheen. Het is een heel vormloos ruim ding. Zo was het ontwerp ook aangegeven. Maar ik denk dat hij heel leuk kan zijn met een lange mouwen zwarte body eronder en een riem eromheen. Ik ga het gewoon proberen te laten werken. Ik heb geen idee of het er leuk uit zal zien. Maar ik had een visie, laten we het zo zeggen. En ik heb deze genomen in een maat 42 en hij is alsnog heel erg ruim. Dus als je deze geïnteresseerd in bent, neem hem een maatje kleiner misschien, denk ik. Ik zal trouwens proberen alles hieronder te linken. Ik weet niet zeker of alles er nog is, maar ik zal mijn best doen om het te vinden en te linken voor jullie. Dan dit shirt geeft me gewoon zoveel plezier. Ik trok deze aan toen Luc erbij was voor het eerst en ik was gewoon meteen aan het spelen. Want dit is een vrij simpel, ruim, baggy, vallend zwarte top. Maar wat hier super vet aan is, is de mouwen. Want ze zijn aan de bovenkant helemaal open gesneden. Jullie gaan het beter zien in het aanbeeld. Want het is gewoon zwart op zwart nu. Maar de bovenkant helemaal tot aan de sluiting, zeg maar, van de mouw is het open. Wat super vet is. Ik hou van gekke mouwen. Ik vind dat het beste ever als kledingstukken dat hebben. Voor de rest is die gewoon simpel. Vrij hoge neklijn. Super comfortabel. Dit is echt precies mijn kledingstijl. En nu heb ik ook nog eens leuke mouwen waar ik mee kan spelen. Dus dit is echt een aanrader. Ik vind deze echt geweldig. Dan over een top gesproken die ik echt geweldig vind. Ik zag het al op de website. Ik wist dat het mijn soort top ging zijn. Dus ik heb hem in 2 kleuren gekozen. Nou ja, krijg je dat gedoe weer. Niet echt kleuren, maar wit en zwart. Ik zal wel de witte omhoog houden, want daarbij kan je het beste zien. Maar hij heeft een hele hoge halslijn, alsof het zeg maar uit de oudheid komt, wat ik heel erg leuk vind. En hij heeft hetzelfde roesjes, ruffeltjes effect aan de onderkant van de mouwen. En het is een body, wat ik heel erg chill vind, want ik heb tegenwoordig een paar rokken gevonden die mij echt perfect zitten. Was ik al super lang naar op zoek en uiteindelijk heb ik er nu eindelijk 2 waar ik helemaal verliefd op ben. En ik draag daar heel graag bodies op, want dan blijft het gewoon allemaal perfect zitten. En ik vond deze gewoon zo leuk, dus ik heb hem in het wit en in het zwart genomen. Ik denk dat de zwarte zeg maar meer zal dragen in mijn dagelijks leven. En de witte is gewoon ook perfect voor video's. Dus ik ben hier super blij mee. Ook deze heb ik in een maatje 42 gekocht. Ik moet trouwens gelijk zeggen, alles hieraan ben ik blij mee met deze bestelling. Dus alles wat je hoort is positief. Nu moet ik ook wel zeggen dat ik in het verleden al heel erg veel ervaring heb met Boohoo. Dus ik zie aan de kleding en ik lees ook altijd de stof en de kwaliteit zeg maar van de stof af van de foto's en de beschrijving. Want je kan zeker lelijke kleding items op Boohoo kopen. Maar als je daar een beetje slimmer in wordt, dan is het net zeg maar als AliExpress. Dan kan je hele toffe dingen ertussen vinden voor heel weinig geld. Dan over bodies gesproken heb ik er nog één. Deze is bordeaux rood. Bordeaux rood? Ja. Misschien een beetje wijnrood zou ik eerder zeggen. Er zit een beetje iets paarsigs ook doorheen. Ik weet niet of jullie dat op de camera zien. Hij heeft een hoge neklijn. Wederom ben ik heel erg fan van lange mouwen. En hij gaat dus aan een body aan elkaar. Maar dit is een string waar ik niet de grootste fan van ben. Heel erg blij mee. Super fijn. Echt voor bodies kan ik de Boohoo heel erg aanraden. Want je kan super mooie bodies vinden voor maar 6 euro. Dus ja, helemaal fan van. Dan even iets compleet anders. En ik ben heel blij als ik deze heb laten zien. Want dan kan ik hem eindelijk gaan dragen. Ik heb deze mega trui gekocht. Ik heb hem in een ML. Maar hij is echt super groot en breed. Maar dit is deze teddy materiaal. En het is zo ontzettend zacht. Dit is persoonlijk niet iets wat ik zelf naar buiten zou dragen. Maar dit is perfect voor in huis. En tegenwoordig moeten we allemaal binnen blijven. En daarnaast zal ik ook gewoon vanuit huis gaan werken. Dus ik hou van comfy kleding als ik gewoon thuis ben. Dus ik ben hier heel erg blij mee. Ze hadden hem in het zwart en het wit volgens mij. Ik heb zelf de witte genomen. Ik dacht, dit doe een keer gek. Maar dit is het meest zachte ding wat je ooit zal voelen. Dus ik heb zin, nu ik het gefilmd heb, dat ik de kaarten eraf kan halen. En dat ik hem echt kan gaan dragen. Dan gaan we weer naar de duisternis. Namelijk, nee, valt mee. Ik heb deze zwarte top.
top gekocht. En we hebben hier zo Three of Swords op staan van tarotkaarten. Ik vond hem gewoon super cool. Ik had niet verwacht zoiets te vinden bij de Boohoo. Ik heb hem genomen in een maat XL, want ik hou van mijn oversized shirten, zoals jullie weten. En dat is die ook wel. Hij is niet zo oversized als dat ik zou willen, maar ze hadden geen XXL. Alsnog heel erg fan van goed shirt. Volgens mij is het gewoon echt katoen. Zit hier een carriage in, is de vraag. Ja, gewoon 100% katoen. Super goed gedaan. Boehoe, ik ben hier heel erg blij mee. Dus dit is ook een aanrader, zoals alles in deze video. Dan heb ik nog een jurkje. En ik zag het eigenlijk al van de foto. En ik ben zo blij dat het echt zo is. Het is namelijk deze super zachte stof. Ik weet nog steeds niet hoe ik dit aan jullie moet uitleggen, maar ik hou hiervan. Het is geen katoen. Het is volgens mij wel een soort polyester. Alleen, het is super comfortabel. Niet dat zweterige polyester. En aan de buitenkant voelt het echt als een soort velvet-achtig. Suede-achtig, zou ik zeggen. Maar dit is echt precies een jurk voor mij. Hij heeft een heel schattig Peter Pan-achtig kraagje. Het enige nadeel is wel dat hij aan de achterkant dicht gaat met een knoopje. Dus je hebt iemand nodig om je even te helpen. Want ja, het zit precies bij de kraag. Dat vind ik wel een beetje jammer. Ik had liever gehad dat ze hier gewoon een stukje elastiek hadden geplaatst. Want dat doen ze wel eens met hoge kragen. Verder lange mouwen. En hij valt gewoon in A-lijn uit. Super comfortabel. Heel erg leuk. Allemaal rode bloemen eroverheen, zoals je kan zien natuurlijk. Ik ben hier fan van. Dit is gewoon een heel makkelijk kledingstuk. Gooi je aan, zwarte laarsjes eronder. En je ziet er heel erg leuk uit. En je bent comfortabel. Dat is de beste combi, naar mijn mening. Dan heb ik nog een jurkje. En dit is gewoon echt een van de beste zwarte basic jurkjes die ik ooit heb gehad. Hij heeft lange mouwen. Het heeft een soort rib effect eroverheen. En hij valt in een skaterjurk. Wat ik altijd het flatteuste vind bij mijn eigen figuur. Hij komt met een riem. Maar die kan je ook heel makkelijk uithalen. Hij heeft gespjes. Waar je eventueel dus ook je eigen riem doorheen kan doen. Super makkelijk. Little black dress. Heeft iedereen nodig naar mijn mening. En ik vind deze heel erg mooi persoonlijk. Hij heeft wel een iets dikkere stof voor Boohoo zijn doen. Maar ik vind dat heel erg lekker en comfortabel. Dus je hebt het in elk geval niet koud. Maar is zeker geen zomerjurkje daardoor. Wel heel erg blij mee ook deze. Dan nog een zwarte jurk waar ik heel erg fan van ben is deze. Deze is wel wat gedetailleerder op zijn minst gezegd. Hij heeft een hele kanten body boven. Aan de bovenkant heeft hij wel wat ik heel erg fijn vind. Gewoon een zwarte underlayer. Dus je ziet niet je BH of je boobies. Maar bij de armen is die wel helemaal doorschijnend. Waar ik altijd fan van ben. Want dan zie je een beetje mijn tatoeages er doorheen. Terwijl je nog wel bedekt bent, zeg maar. Ik ben hier gewoon heel erg fan van. En daarna gaat hij over in een gewoon zwarte pleated rok. Wederom, hiervoor geld. Zit super, super comfortabel. Maar helemaal hierin zie je er al echt best wel fancy en gekleed uit. Dit is wel iets wat ik gewoon persoonlijk elke dag aan zou doen. Maar ik denk dat dit ook heel leuk is voor een date night of whatever. En zeker voor de prijs. Volgens mij was deze echt 15 euro of zo. En dan als laatste heb ik hier zo nog een body. Volgens mij zit die... Zit die goed of zit die binnen te buiten? Deze heb ik wederom genomen in een maatje 42. En deze stof is hemelszacht. Ik weet niet waarom, maar dit voelt echt heerlijk op de huid. Dit is een hele dunne, zachte stof. En de mouwen zijn gewoon insane, zoals je kan zien. Ik hou hiervan. Hier loop ik alleen maar mee te spelen. Helemaal obsessed mee. Hij valt wel een beetje lage V, moet je van houden. Ik vind het op zijn tijd zeker leuk en sexy. Ik weet niet of ze deze in meerdere kleuren hadden. Anders had ik denk ik ook wel een andere kleur genomen. Kan altijd nog. Ik ben hier in ieder geval ook heel, heel erg fan van. Ik heb heel veel leuke bodies kunnen scoren. Nou, dat was dan alles wat ik deze keer heb geshopt bij de Boohoo. Zoals ik al zei, je kan echt hele leuke budget spullen vinden. Ik weet dat er heel veel video's op YouTube zijn van... Is Boohoo fake? Is Boohoo nep? Is Boohoo een scam? Naar mijn mening, nee. Maar het is wel echt een budget kledingmerk. Dus je moet er iets meer tussen zoeken. En gewoon goed lezen, goed kijken naar het model. Dat je kan zien van... Hey, waar is het van gemaakt? Is het goede kwaliteit? Ja of nee? Wel moet ik zeggen dat de maten altijd wat kleiner vallen dan normaal. Dus vooral bij jurkjes raad ik aan om een maatje groter te nemen en zo. Maar voor de rest is het gewoon... Ik ben er dol op. Ik heb echt mijn favoriete kledingstukken in mijn kledingkast komen van Boohoo. Ze hebben hele leuke, ook meer alternatief uitziende kleding. Maar ook casual, zoals de H&M en zo. Alleen betaal je echt maar voor een body 6 euro. En voor een trui betaal je 12 euro. Dus in die zin kan ik Boohoo aanraden. Ik zal in elk geval alles wat ik in deze video heb besproken dus hieronder linken. Mocht je ergens geïnteresseerd zijn. En laat me ook vooral dus weten of jullie die andere video's willen zien. Want ik heb nog aardig wat dingen van Boohoo liggen die ik bij hen heb geshopt. Dan gaan we naar de shout-out voor vandaag. En voor vandaag is dat deze persoon. Super bedankt voor je liefde op mijn sociale media. Wordt
wordt ontzettend gewaardeerd. Wie nou ook heel erg graag een keertje voorbij komen in een van mijn filmpjes. Het enige wat je hoeft te doen is mij opvallen. Dat kan door middel van likes, reacties, een fanaccount, fanart. Kan van alles en nog wat zijn als je mij maar opvalt. En wie weet, zie je zelf dan wel voorbij komen in een van mijn filmpjes. Nou, dat was het dan voor deze video. Ik hoop heel erg dat jij het leuk vond om te kijken. Vond je het leuk om te kijken? Laat dan vooral een duimpje achter. Vergeet niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Dus maar één druk op die rode knop. Is helemaal gratis. En dan blijf jij gewoon het hoofd van al mijn filmpjes in de toekomst. En hopelijk zie ik jou dan weer in mijn volgende video. Doeg!